Goedenavond Lansingerland. Om te beginnen natuurlijk namens het hele team van RTV Lansingerland de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. In deze uitzending praat ik met de klimaatburgemeester van Lansingerland. Hij kondigt een noodtoestand af. Maaltijdservice Welzijn Lansingerland bezorgt gezonde maaltijden bij senioren en mensen met een beperking. En maandag 9 januari worden de vrijwilligersprijzen weer uitgereikt. We blikken vooruit met vrijwilligersinformatiepunt Lansingerland. Dit is Goedenavond Lansingerland. Maar nu eerst. Op 28 januari vindt weer een nieuwe cultuurproeverij plaats in Cultuurfabriek in Bergse Hoek. Verslaggever Vera is daar nu aanwezig. Wat kunnen we van 28 januari verwachten, Vera? Ja, daar kan ik natuurlijk een hele hoop over vertellen, Emily. Maar wie dat nog veel beter kan, is René van Rooyen. Die zit hier naast me. Hij is de voorzitter van muziekvereniging Concordia en het muzikale kunstzinnige brein achter de cultuurproeverij. René, wat kunnen we verwachten 28 januari? 28 januari is de vijfde cultuurproeverij die we alweer organiseren. We proberen eigenlijk altijd bijzondere vormen van kunst bij elkaar te brengen. Net even anders dan wat je verwacht, net even een andere programmering dan gebruikelijk. Deze keer gaan wij kunst combineren met poëzie. Om precies te zijn schilderkunst met dichtkunst. En nou wil ik dat in Lansingerland een cursus was, Lang leven Lansingerland. En daar hebben volwassenen hebben daar kunnen proeven aan beeldhouwkunst, fotografie en aan schilderkunst. En we hebben nu 9 mensen die daar een schilderij hebben gemaakt, gekoppeld aan 9 mensen die poëzie maken. En op die avond worden die koppels gepresenteerd en gaan we kijken wat voor gedicht zeg maar, er ontstaan is op basis van het schilderij wat door die mensen is gemaakt. En is daar ook nog muzikale ondersteuning bij? Ja, want als je de hele avond alleen maar naar die twee koppels moet kijken, dan wordt het misschien wel gauw erg saai. Dus we hebben dat gelardeerd zeg maar, met muzikale intermezzo's. En we hebben daar een hele grote verscheidenheid aan verschillende zaken. Zo komen er een aantal slagwerkers van Concordia, die daar op melodisch slagwerk onder leiding van Morten van Amtman, die ook een solo gaat spelen. We hebben Woestbloem, die daar een van zijn liedjes weer komt vertolken. Nou ja, bij uitstek natuurlijk iemand die poëzie ook alweer combineert met zangkunst in dit geval. Dan hebben we eigenlijk ook nog wel een bijzonder item. En het is leuk om te vertellen dat de vrouw van de burgemeester, Lara van de Stad, die avond op haar viool komt optreden tijdens het programma. En dat combineren we dan met een zeer getalenteerde cellist uit Berkel en Roderijs, een jonge kerel, Tijmen Tempelaars. En ja, die zal iedereen gaan verbazen met wat die al kan op zijn leeftijd. Na afloop hebben we een gezellig samen zijn in de barruimte van de cultuurfabriek. Dat hoort erbij, gewoon gezellig onder elkaar ook leuk je netwerk weer zeg maar, kunnen vergroten. Daar hebben we een optreden in de barruimte van Woestbloem wederom, maar ook van Yvette van der Tuin. Want Yvette van der Tuin staat op het punt op zondag na de cultuurproeverij haar nieuwe cd te releasen. En die wil heel graag een van de nieuwe songs laten horen. En hoe laat begint de avond? De avond begint om 8 uur, maar je bent vanaf 7:30 in de cultuur van harte welkom. De koffie staat klaar. Het programma duurt ongeveer tot 1:10 en daarna blijven we nog een beetje met z'n allen gezellig. En als mensen nu denken, nou dat lijkt me eigenlijk best wel leuk, hoe kunnen ze aan kaartjes komen? Dat is vrij simpel, je gaat naar info@cultuurproeverij.nl en dan kun je precies lezen wat je moet doen. Dat is een e-mailadres. Hebben ze ook een internetadres? Cultuurproeverij.nl. Oké, dat is makkelijk. Kaartjes via cultuurproeverij.nl. 28 januari, nou het wordt een hele gezellige, leuke, muzikale en inspirerende avond, denk ik. Met de primeur, namelijk de vrouw van de burgemeester die viool gaat spelen. Wij zijn heel erg benieuwd en u waarschijnlijk ook. Dus ik zou zeggen, kom gezellig langs op 28 januari. Ja, dat klinkt als een hele kunstzinnige avond. We zetten hem in de agenda, Vera.
En dan, we streven naar een klimaatneutraal Nederland in 2050. Maar om dat voor elkaar te krijgen, moet er nog veel gebeuren. Ook in onze gemeente. We worden namelijk omringd door de vuilste plaatsen in Nederland. Klimaatburgemeester Norbert Schotten en zijn collega Robert Liefhebber kondigen inmiddels de klimaatnoodtoestand af. Norbert, welkom bij mij in de studio. Dankjewel. Naast jou is aangeschoven Joop Langhout van Nieuw Lansinger Stroom, vrijwilliger daar. Dankjewel. Ook welkom. Dankjewel. Ja, Norbert, jij bent op 31 oktober benoemd tot klimaatburgemeester. Jij zegt het, ja. Ja, dat is een hele mooie titel. Wat houdt het precies in? Ja, om eerlijk te zijn, het is een initiatief vanuit het ministerie van Economische Zaken. 2 jaar geleden geloof ik geïnitieerd. Iedereen kan zich daarvoor opgeven. Okay. Amsterdam heeft er 5, wij hebben er 2. Er zijn gemeentes zonder klimaatburgemeester. En eigenlijk houdt het in dat je zorgen maakt om het klimaat en probeert daar een steentje aan bij te dragen. Oké, en wat zijn dan de vereisten waarop je wordt gekozen als klimaatburgemeester? Ja, nu ga ik een heel slecht verhaal vertellen. Oh. Namelijk geen. Oké. Ja, nee, iedereen die zich opgeeft, die wordt ook benoemd. Ja, nou, dus dat is wel heel, lekker. Heel slecht verhaal, maar het is wel zo. Oké, nou fijn dat je het bent geworden. Ja. Het is in ieder geval een mooie titel om te dragen. Hé, hey, wat houdt het precies in? Wat gaan jullie doen? Ja, dat verschilt dus per klimaatburgemeester. Mm-hmm. Nu is het zo dat vorig jaar heb ik een stichting opgericht, de Gideonsbende. En samen met die stichting hebben we ervoor gezorgd dat alle klimaatburgemeesters eigenlijk verenigd worden. En nu zijn we elke maand komen we wel met een nieuwe actie. Vanuit heel Nederland? Vanuit heel Nederland, ja, klopt. Dus volgende week gaan we bijvoorbeeld een brief indienen bij de minister als het gaat om het stoppen van vuurwerk. Omdat dat ook niet bepaald heel goed is. Al is het ook heel leuk, maar toch is het, hoort het niet meer bij deze tijd. Okay. En zo hebben we allerlei initiatieven die we met elkaar ontplooien. Mooi. En is het dan nog zo dat voor alle plaatsen andere belangen gelden? Ja, nee, zeker. De ene gemeente is natuurlijk rijker dan de andere gemeente. Ja. De ene gemeente heeft meer kantoorpanden die nog niet aan een energielabel voldoen. De andere heeft juist weer meer woningen die nog niet voldoen aan bepaalde energiemaatregelen. Of zoals onze gemeente hebben wij behoorlijk wat nieuwbouw die we nog gaan plegen. Mm-hmm. Maar naar mijn idee niet duurzaam genoeg. Oké, wat zou er voor je volgens jou moeten veranderen? Nou, wat we nu aan het doen zijn, en dit geldt voor Nederland in de breedte, maar ook voor Lansingerland, is dat wij denken duurzaam te bouwen, maar dat doen we over het algemeen nog met fossiele materialen. En dan heb je het over beton, over staal, over aluminium, over steenwol. Mm-hmm. En het gebruik van dat soort materialen, dat is 11% van de mondiale CO2-uitstoot. Even ter voorbeeld, luchtvaart is 2 à 3%, dus echt een enorm onderdeel. Oké, ja. Terwijl we dat ook met andere grondstoffen kunnen bouwen. Zoals met hout of met hennep of met miscanthus, dus met biogrondstoffen. Ja. Die CO2 opslaan. Dus daar maak ik me hard voor. En ga ik binnen de gemeente daarover vertellen. En kijken of ze daarin meer kunnen doen. Ja, Joop. Is het denk je belangrijk, zo'n klimaatburgemeester? Nou ja, gewoon zeg maar zeker die nieuwe ideeën promoten. Dat is zeker een hele goede instelling. Want ja, men moet veranderen. Hè, of linksom of rechtsom, het moet minder. Hè, en ja, ergens moet je een punt gaan maken. Hè, en tussen de plannen en de uitvoering zit helaas een hele lange tijd. Hè, want van nieuwe materialen moeten de bouwbesluiten veranderen. Want anders mag je dat eigenlijk niet als bouwmateriaal gebruiken. Het moet weer gekeurd worden. Dat is een heel lang traject. Ja, dat duurt jaren voordat het eigenlijk voor de grond afkomt. Dus hoe eerder je eigenlijk dat eigenlijk gaat uitproberen, hoe beter het is. Ja, ja, en zij spreken dan vooral de gemeente aan, maar jij spreekt als vrijwilliger van Nieuw Lansinger Stroom ook veel inwoners. Mm-hmm. Leeft het een beetje onder de inwoners? Nou, laat ik zo zeggen, in het begin onder de oudere inwoners. Hè. Mm-hmm. We hadden eerst gesprekken bij de bejaarden allemaal. Hè, want die lezen de krant, hè, die zijn er actiever mee bezig. Mm-hmm. Ja, en die zeiden dan van we willen iets doen. Ja. Hè, en gewoon dus, hè, dus nou ja, zeker bij de oude huizen is iets zijn ook nog grote stappen. Hè. Dus ja, dat gaf heel veel voldoening, zeg maar. Naar ons toe, maar ook naar die mensen toe. Nu zijn eigenlijk de jongere generaties eigenlijk ook wakker geworden. En nu aan het eind, ja, de financiële energiecrisis, ja, nou is het storm. Ja, dus, ja, want wat doe jij precies bij Nieuw Lansinger Stroom? Nou, zelf doe ik eigenlijk gesprekken bij de mensen thuis. Mm-hmm. En dat is een stukje van ons gebeuren, want we hebben buurtgesprekken, we hebben themaavonden. Dus eigenlijk de optie individueel. Dat is bij de mensen thuis en ja, daar bestaat mijn vrijwilligerswerk uit.
En dan gaat het om advies geven over hoe mensen hun huis kunnen verduurzamen? Verduurzamen, maar ook nou ja, waar ze de grootste stappen mee kunnen zetten. Maar ook hele kleine dingen, dus gewoon het dagelijks gebruik. Weet je wel, wat eigenlijk dat je dat ook ja, mensen kan laten zien van daar blijft de stroom nu. Van als je dat eigenlijk, ja, daar zou je op kunnen besparen in de vorm van, noem maar ledlampen of een oude vriezer, dat je zegt van ja, heb je die eigenlijk nog wel nodig? Hè? Weet je wel, dus mm-hmm. ja, dat zijn eigenlijk dingen die gelijk zo aan de dijk zetten. Ja. En dan lange termijn is natuurlijk isoleren en eventueel in het laatste stap een warmtepomp. Ja, precies. Ja. Helaas heeft natuurlijk niet iedereen daar de financiële middelen voor. Die opties die zijn er ook steeds meer. Want okay. de subsidieregelingen worden ook steeds meer uitgebreid. Ja. En ook voor de mensen met een kleine portemonnee hebben ze dus ook nu echt opties. Dat je zegt van, dat hoeft eigenlijk geen belemmering meer te zijn. Maar ja, het woord lenen is natuurlijk in, ja, bij een hoop mensen toch een, ja, iets wat ze eigenlijk niet willen. Mm-hmm. Dus ja, blijft altijd beperkt. Ja, nou ja, goed om te horen dat in ieder geval meer opties komen. Ja. De inwoners die willen dus wel, maar jij zegt de gemeente die blijven nog een beetje achter. Nou, politiek in zijn algemeenheid wellicht. Kijk, in Den Haag begint dat al. Hè. Het was altijd een beetje een blinde vlek, het toepassen van duurzamere materialen. Nu is net voor kerst Hugo de Jonge samen met een andere minister en staatssecretaris gekomen met een plan waar wij voor gepleit hebben. Daar komen ze nu mee. En dat gaat eigenlijk langzaam doorcijpelen naar gemeentes. Is dat door jullie dat ze daar nu mee komen? Mede daardoor, okay, ja. Nou, ja. Dat is inderdaad een tweejarige lobbytraject geweest, waardoor er nu inderdaad een mooi plan ligt, of in elk geval een mooie kamerbrief. En ja, dat gaat doorcijpelen naar de gemeente. En daar wil ik in deze gemeente in elk geval met de verschillende fracties, dus met GroenLinks heb ik al gesproken, vandaag een uitnodiging door D66 gekregen. En binnenkort bij een beeldvormende avond ook een presentatie voor de hele gemeenteraad. Om ook hier te vertellen, ja, wat speelt er nu in de bouwsector? Ja. En wat kunnen we als bouwsector? Want die potentie is enorm. Als je de bouwsector in combinatie met landbouw bekijkt, hebben we eigenlijk een heel mooi verhaal te vertellen. Ja. Alleen dat moeten we wel willen en ook vooral doen. Dus dat. Ja, want Joop die zei het al even van, ja, het zijn hele lange trajecten. Hoe lang is jouw tijd als klimaatburgemeester? Ja, de officiële titel is dus voor een jaar. Ja. Maar ik kan me niet voorstellen dat ik na dit jaar stop om me hiervoor hard te maken. Nee, want je kan dus eigenlijk jezelf weer opgeven voor volgend jaar. Dat kan ook. Ja. Hey, en wanneer is het een succes? Wanneer sluiten jullie dit jaar succesvol af? Ja, dat geldt voor iedereen wel anders. Voor mij persoonlijk zou ik het mooi vinden als de gemeente hier zich bewust is van het feit dat zij een stap kunnen zetten naar duurzamere bouwmaterialen. Want op het gebied van energie doen we het al goed in woningbouw. Het gebied van productie van bouwmaterialen kan echt vele malen beter. En daar hebben zij een verantwoordelijkheid in. En dus als zij binnen een jaar aangeven dat ze die verantwoordelijkheid voelen en weten hoe ze dat kunnen gaan doen, en daar kunnen we bij helpen, ja, dan ben ik al tevreden. Ja. Hey, ja, jullie richten je dus vooral op de politiek, maar spreken jullie ook nog de inwoners aan? Ja, dat is mijn, wat jullie noemden, collega. Ja. Ja, die doet dat wel. Dus die zit inderdaad veel meer bij de mensen thuis. Mm-hmm. Eigenlijk zoals Joop ook met mensen in gesprek. En dat is hartstikke mooi, want juist het abstracte thema van klimaat, je noemde het al klimaatnoodtoestand, we staan er belabberend slecht voor. Ja. Jij bent ook vrij jong, we hebben nog wel even te gaan. Ja. Nou, daar kan je best wel zorgen om maken. Wat is belabberd? Waar moet ik aan denken? Nou, belabberd is dat we hebben met elkaar afgesproken dat we tot 1,5 graad onze opwarming willen beperken. In Parijs hebben we dat besloten. Mm-hmm. En als we doorgaan zoals we nu doorgaan, zitten we daar aan 5 jaar, zitten we al door het CO2-budget van 1,5 graad. Ja, ik zie het aan je blik. Dat is dat heel snel. Klinkt heel dichtbij, ja. Ja, dat is heel dichtbij. Dus we moeten het af van het incrementalisme en moeten echt wel radicalere stappen gaan zetten. En daarom vind ik het dus wel mooi dat figuren als Joop, mm-hmm. Of als mijn collega klimaatburgemeester, bij de mensen thuis ook ja, de gesprekken voert om met ook de burgers verduurzamingsstappen te zetten. Ja, mooi. Want je doet het dus samen met een collega, Robert. Hoe is die taakverdeling verder een beetje? Dus jij gaat naar de politiek toe en doet daar presentaties en hij is bij de mensen thuis. Ja, eigenlijk is het meer dat door de Gideonsbende hebben we dus meer dan 100 klimaatburgemeesters eigenlijk met elkaar verzameld. Met elkaar zitten we in een appgroep en nou, even als voorbeeld. Dus deze week kwam er iemand en die zei, ja, we moeten iets met het vuurwerkverbod.
Meeste klimaatburgemeesters die zijn daarvoor. Dus vervolgens komt er een brief. Ik vertel het vandaag aan mijn neefje. Mm-hmm. En die zegt vervolgens, kunnen we ook Norbert gaan onterven? Ja. Want hij vindt vuurwerk zo leuk. Tuurlijk. Maar ja, dat is helaas de pijn van de tijd. Mm-hmm. Dus het is heel wisselend hoe de rolverdeling zit. Maar het is niet een ouderwetse rolverdeling dat ik wekelijks met Robert moet afspreken om een taakverdeling. Zo werkt het niet. Nee, en aan wie rapporteren jullie eigenlijk? Niet. Dus jullie hebben helemaal de vrije hand om... Ja, zeker. Ja. Dus eigenlijk het volgen van het morele kompas. Nou, hartstikke mooi. Ja. Ja, Joop, heb jij nog tips voor de mensen thuis hoe zij een beter klimaat tegemoet kunnen gaan? Ja, nou ja, gewoon in ieder geval als ze natuurlijk contact opnemen met het energiebureau, mm-hmm. of het energiewinkel, ja, dan kunnen ze daar dus eigenlijk dus eenvoudige tips krijgen. Ze kunnen daar ook informatie krijgen over eventueel die themaavonden, over ja, die gesprekken thuis, hè, want zeker de oudere woningen zijn echt individuele woningen. Hè, dus ja, daar is eigenlijk geen standaard plaatje voor. Ja, en dan ja, gewoon stapsgewijs helpen. Misschien mag ik nog een kleine tip toevoegen. Zeker. Namelijk dat er vanuit landelijk politiek is er ook een campagne gestart. Hè? Zet de knop om. Mm-hmm. Dus ook daar vind je heel veel tips. Als je nu nog niet precies weet wat je kunt doen, dan kan je daar ook op kijken waar heel veel tips op worden gegeven. Bedankt voor jullie bijdrage. Heel veel succes het komend jaar met het nastreven van jullie doelen. Dankjewel. En als je thuis nog meer interesse hebt, dan kan je dus Neil Lansinger Stroom contacteren of zet de knop om. Heel goed. Gezond eten is ook heel belangrijk, maar niet iedereen kan zelfstandig koken of is in staat om een maaltijd op te warmen. Voor die mensen biedt de maaltijdservice van Welzijn Lansingerland een oplossing. 5 dagen per week bezorgen zij een warme maaltijd aan huis voor tussen de middag. Goedemiddag. Middag is het bijna, hè? Goedemiddag. De maaltijdservice is een service waarbij kwetsbare senioren tussen de middag een warme maaltijd bezorgd krijgen. En dat gebeurt door chauffeurs, vrijwilligers, die elke dag, dus elke werkdag, dat rondbrengen bij de mensen. De maaltijden die zijn vers, die worden opgewarmd. Hoe gaat dat precies in zijn werk? De mensen bestellen via een bestellijst de maaltijd per week. Die wordt doorgegeven aan de Jong Diepvries. Die verwerken we in ons administratief systeem. En op de dag dat dat de vrijwilligers gaan bezorgen, halen we 's ochtends de maaltijden uit de vriezer. Die brengen we in onze oven tot verhitting. Aansluitend wordt dat in Tempex-boxen verpakt, waardoor de maaltijd op een goede temperatuur bij de eindklant terechtkomt. Bij mij aangeschoven Nicole van der Spek van Welzijn Lansingerland en Hen Meulenstee, vrijwillig chauffeur voor de maaltijdservice. Welkom beiden. Ja. Nicole, hoe is dit idee ontstaan? Dat was voordat ik begonnen ben bij Welzijn Lansingerland. Mm-hmm. Maar ik heb horen vertellen dat het voor 2016 werd gedaan door 3B-diner samen met Huize Petrus. En toen is Huize Petrus gestopt. En toen heeft de Jong Diepvries het eigenlijk samen met Welzijn Lansingerland verder opgepakt. En toen is de maaltijdservice vanuit Welzijn Lansingerland begonnen. Ja, want hoe is de Jong hierbij betrokken? De Jong, daar worden de maaltijden worden daar vanuit de vriezer opgewarmd. Mm-hmm. Elke ochtend om rond 10:30. Ja. En dan worden ze in bakken gedaan voor de klanten. En die worden dan door de vrijwillige chauffeurs zoals hen worden ze rondgebracht. Dus zij zitten eigenlijk voor het hele stuk van de bezorging. Ja, grappig, want zij zijn diepvries, maar ze warmen de maaltijden op. Ja, het zijn verse maaltijden, dus van vers aan tafel. Die bewaren zij in de diepvries. Ja, die worden warm aangeleverd. Ja. En zijn er nou veel mensen die hier baat bij hebben? Ja, zeker. We hebben ongeveer 60 maaltijden per dag die rondgebracht worden, 5 dagen per week. Mm-hmm. Dus dat zijn behoorlijk wat mensen die maaltijden krijgen. Ja. Ja, en hoe vaak zit jij achter het stuur, Hen? 2 dagen in de week. Zo, hoe lang is zo'n rondje dan? Ja, dat varieert om dinsdag, dan is het wat korter. Want dan heb ik wat minder adressen. Dus dan ben ik meestal wel met een uurtje weer terug. Ja. En op vrijdag, dan heb ik echt een grote route. Ja, dan wordt het wel eens 1:30, 2:15. Zo. Ja. En hoe word jij ontvangen door de mensen?
heel vriendelijk. Ja. En het is heel divers. Ja, bijna één vragen ze of je binnen wil komen en of je wil helpen met de maaltijd uitpakken. Bij de anderen kom je niet verder als de voordeur, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar ja, het is gewoon heel dankbaar werk. Ja, wat ja. maakt het zo dankbaar? Ik heb wel eens het idee dat de mensen meer om een praatje verlegen zitten dan om de maaltijd. Ja. Ja. Dus ik probeer ook altijd een praatje bij de mensen te maken. En ja, je hebt gewoon ook bij verschillende mensen je voorkeuren. Tuurlijk. De een mm-hmm. komt dankbaarder over dan een ander. Ja. En ja, ik doe het nu 6 jaar. Dus ik, ja, ik vind het gewoon echt top om te doen. Ja, ja. Nou ja, fijn dat er mensen zijn ja. zoals jij die maar ik moet zeggen, we hebben 30 chauffeurs. Zo, dat is een mooie pool. Ja. 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 En die zijn alle 30 in zo'n week, komen ze aan bod? Ja, of zo? Ze komen allemaal aan bod. Sommigen rijden een hele week. Mm-hmm. Sommigen rijden 1 keer per week. Sommigen rijden 1 keer in de 4 weken. Er worden door ook 2 vrijwilligers wordt het rooster gemaakt. En die krijgen alle chauffeurs elke vrijdag in de mailbox. En dan kunnen ze precies zien wanneer ze rijden en welke mensen ze gaan bezorgen. Ja. Dus dat wordt ook door vrijwilligers gedaan. Mooi. Ja. En wat kun je verwachten als je je aanmeldt voor zo'n maaltijd? Nou, wat je kan verwachten is dat je elke werkdag een warme maaltijd kan krijgen. Mm-hmm. Die wordt tussen 12:30 en 1 wordt die gebracht, warm. Ja. En nou ja, wat Hen ook al zegt, van soms kun je, als er tijd over is, kunnen de chauffeurs even naar binnen lopen, eventueel even het openmaken. Soms lukt dat niet, omdat er zoveel maaltijden bezorgd moeten worden. Die warm bezorgd die warm, moeten worden. Ja, ja. Mm. En wat Hen ook al zei, van ja, de mensen zitten echt te wachten op het praatje. Staan vaak al achter de voordeur te wachten, mm-hmm. totdat de mensen komen. En, ja, en wat ook heel belangrijk is en wat ook niet vergeten mag worden. Dus vrijwilligers hebben ook een signaleringsfunctie. Mm-hmm. Soms hebben mensen weinig bezoek. Ja. Dat is ook een sociale controle. Ja, sociale controle. Van, oh, gaat het goed? Nou, gaat het niet goed? Dan, dan kunnen we binnen Welzijn Landsingeland ook via een ouderenadviseur eventueel meer hulp inschakelen. Dus daar is de dienst ook eigenlijk heel belangrijk voor. Zijn het voornamelijk ouderen? Ja, het zijn voornamelijk ouderen. Mm-hmm. Er kan ook wel eens iemand tussen zitten die iets jonger is. Die misschien tijdelijk even een maaltijd nodig heeft. Ja. Maar het zijn wel voornamelijk senioren die alleen wonen. We hebben ook wel een paar echtparen. Ja. Maar de meeste wonen alleen. Ja. En zijn wel boven de 70, 75. Ja. En wat zit er nou in zo'n maaltijd? Ja, het is een hele variëteit aan maaltijden. Ja. Als ik een schatting moet doen, iets van 40 verschillende maaltijden. En dat varieert van rundvlees, varkensvlees, kip, Chinese maaltijden, kroketten, patat. Oh, heerlijk. Ja. Van alles. Kun je dan kiezen of is het eten wat op pot schaft? Nee. Krijgen de bestellijst een week van tevoren. Mm-hmm. En dan kunnen de mensen op aankruisen wat ze graag willen eten. Ze kunnen ook een toetje en eventueel een voorgerecht. En dat wordt dan allemaal in die warmhouddozen bij de mensen gebracht. Oh ja, dat klinkt heerlijk. Ja. Waarom is de service zo belangrijk, denk je? Ja. Misschien is het wel mijn achterliggende gedachte dat ik misschien volgende week of volgend jaar ook van afhankelijk zou kunnen zijn. En dan denk ik, ja. Het zijn vaak heel eenzame mensen. Mm-hmm. En dat is gewoon het trieste. Ja. En daarom doen wij buiten de maaltijdbezorging, hebben wij bijvoorbeeld ook tweede kerstdag weer een brunch georganiseerd voor zulke soort mensen. Ja. Dus het is, ik kan het eigenlijk moeilijk uitleggen. Ja. Ik heb 1 mevrouw in Blijswijk, die mevrouw die is echt van ons afhankelijk. Mm-hmm. Die komt geen deur uit, die kan nergens naartoe. En als je daar dan binnenkomt, die mevrouw heeft altijd een praatje. Ja. En
dan is het vanzelf voor de maaltijd uitpakken. Ja, jongen, als je dat doen wil, graag. Maar dat geeft je zo'n goed gevoel. Ja. Dat ik voor die mevrouw ook gewoon vanuit mijn privé wel eens wat meeneem. Ja, oh. Ze heeft wel eens te kennen gegeven dat ze gek is op kibbelingen. Nou, voordat ik er dan naartoe ga, ga ik er onze kibbelingen voor halen. Ach, dat is leuk. En met de kerst neem ik een kerststukje mee. Ja. En dan zie je de dankbaarheid. Ja, en dat geeft mij gewoon een goed gevoel. Ja. Heeft u meer van dat soort klanten? Zitten er nog meer bij. Ja? Ja, ja. Mooi. Ja. Het is heel dankbaar werk. Ja. Zeker. Ja. En wat kost dat nou, zo'n maaltijd? Een hoofdmaaltijd is rond de 8 euro. Mm-hmm. En dan een voorgerecht en een soep of een voorgerecht en een toetje. Nou ja, komt iets bij, maar ja. Het is niet enorm veel. En als je dan opgeeft voor zo'n maaltijd, ja. Heb je dan meteen 5 per week? Of kan je ook dagen kiezen? Je kan dagen kiezen. Je mag ook 1 keer per week. Dat maakt helemaal niet uit. Het is maar wat de mensen zelf willen. Mm-hmm. Het kan ook tijdelijk. Dus op het moment dat iemand uit het ziekenhuis komt en heeft tijdelijk maaltijden nodig heeft. Dat is ook mogelijk. Ja. Vaak benaderen de kinderen dan ons we maken ons zorgen over onze moeder of onze vader. Die eet niet zo goed meer. We willen kijken of dit wat voor ze is. En meestal blijven de ouders dan wel hangen bij ons. Omdat het is gewoon heel makkelijk. En het is zo belangrijk om een goede maaltijd te krijgen. Ja, en als je zelf niet meer naar de winkel kan of zelf niet meer kan koken. Ja, dan heb je in ieder geval tussen de middag een warme maaltijd. En dat is wel heel belangrijk. Er zit dus geen leeftijd aan gebonden? Nee, er zit geen leeftijd aan gebonden. Nee, zeker niet. En met kerst hebben jullie dus een brunch georganiseerd. Ja. En dan werden alle mensen daar naartoe gehaald? We hebben mensen uitgenodigd, ja. Wie dat wilde. En daar hebben mensen zich voor aangemeld. Niet iedereen die is in de gelegenheid om te komen. Daar hebben we ook een aantal chauffeurs geregeld die de mensen zijn komen halen. Wij kijken wel altijd naar hoe kunnen we mensen toch laten verbinden met elkaar. Mm-hmm. Dat sociale, elkaar ontmoeten. Want dat is gewoon heel erg belangrijk. Het zijn heel veel mensen, wat hen ook al zei, die alleen thuis zitten, weinig bezoek krijgen. Kinderen die ver wonen. Ja. En, die hebben dan zo toch nog iets gezelligs in de omgeving. Absoluut. Zeker. Want hoe komen jullie aan de vrijwilligers? Die melden zich aan via het vrijwilligersinformatiepunt. Mm-hmm. Of via de krant, mond-op-mond reclame. Chauffeurs die ook weer iemand kennen die het leuk vindt om te rijden. Ja. En we hebben binnen Welzijn-Lansingerland ongeveer 400 vrijwilligers. Wauw. Ja, dus het is echt een vrijwilligersorganisatie. Ja. En hebben jullie nog vrijwilligers nodig? Absoluut, zeker, altijd. Ja. Ja, want naast de maaltijden zijn er natuurlijk nog meer diensten die ook allemaal draaien op vrijwilligers. Zoals de boodschappen, de klusjesdienst, de formulierenbrigade. Dus dat zijn ook allemaal diensten die door vrijwilligers worden gedaan. Hoe kun je je daarvoor aanmelden? Dat kan door te bellen naar Welzijn-Lansingerland of via de vacaturebank van het VIP. Daar staan alle vacatures op en dan kunnen mensen reageren. Hartstikke mooi. Ja. Nou, Hen, bedankt voor jouw werk voor Lansingerland. Ja. Nicole, ook bedankt voor deze toelichting. En ik wens jullie beiden weer veel succes in 2023 met dit mooie initiatief. Dank je wel. Ja, op maandagavond 9 januari, als we het over vrijwilligers hebben, worden tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis weer de vrijwilligers prijzen uitgereikt. Nou, dat zijn er een hele hoop vrijwilligers in Lansingerland. En dit jaar worden er naast de individuele en groepsprijs ook een speciale prijs uitgereikt voor vrijwilligers voor vluchtelingen. Bij deze alle genomineerden op een rijtje. Genomineerd in de categorie individuele vrijwilliger zijn Martin van Valen van schaakvereniging Drie Torens, Annelies Nelissen van de Scouting Blijswijk. Genomineerd in de categorie vrijwilligersgroep zijn Kledingbak Lansingerland, de vrijwilligers van de woonzorgvoorziening De Nieuwe Lansing, Oudheidkundige Vereniging en Museum Blijswijk,
Energiecoöperatie Nieuwe Lansinger Stroom. Schippersveerpont Het Verlaat. Scouting Kranenborg Groep Blijswijk. Vrijwilligers van het Samen Doen Spreekuur. En Theater Het Web in Blijswijk. Genomineerd in de categorie Vrijwilligers voor Vluchtelingen zijn... Project Nieuwkomers van Welzijn Lansingerland. Veras Al-Nassif, vrijwilliger bij Humanitas Lansingerland voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers. Maaike Giesen, ook vrijwilliger bij Humanitas Lansingerland voor de maatschappelijke begeleiding van nieuwkomers. En het burgerinitiatief Home for Ukrainians. Nou, dat is een mooie rij met vrijwilligers. Welkom Rosella van vrijwilligersinformatiepunt Lansingerland. Vanaf nu noem ik het VIP. En Gert Schuring, winnaar van de individuele prijs van vorig jaar. Toen had ik hier ook bij mij in de studio om een prijs uit te reiken. Fijn dat jullie er zijn. Ja, Rosella, het VIP organiseert samen met de gemeente deze vrijwilligersprijzen. Maar wat doet het VIP nog meer? Nou, het VIP is dus het vrijwilliger informatiepunt, waarbij ze vrijwilligers zoekt en ook waar partijen dus ook vrijwilligers kan vinden. We werken met allerlei organisaties binnen de gemeente Lansingerland samen, ook met de gemeente zelf. En de doelstelling is eigenlijk om te zorgen van, nou, er zijn heel veel mensen die wat voor een ander willen betekenen, om te zorgen dat daar ook een plek voor komt. Er zijn ontzettend veel mensen die iets zoeken. En daarbij willen wij dus ook jongeren meer betrekken. Vandaar ook dat wij diverse projecten doen. Zoals recent maatschappelijke stages hier op de middelbare school. Waarbij dus jongeren eigenlijk naar allerlei organisaties gaan en zien dat vrijwilligerswerk interessant is. Zeker voor de toekomst ook. En ik denk ook dat vrijwilligerswerk, zoals wethouder Hoek ook zegt, cement is voor de organisaties en voor de samenleving. Dus daar is nog heel veel leuks en moois te bereiken. Ja. Ja, want waarom zijn vrijwilligers zo belangrijk voor onze gemeente? Nou, vooral omdat dit een organisatie of eigenlijk een gemeente is waar toch wel een beetje meer vergrijzing ziet. Er blijven veel mensen thuis wonen. Vrijwilligerswerk is niet alleen maar met ouderen alleen. Het is ook omdat er een hele grote gemeente is geworden in de afgelopen jaren. Waarbij er ontzettend veel sportverenigingen zijn, kledingbanken, mensen die dus bij welzijnsorganisaties werken. We moeten eigenlijk met elkaar zorgen dat we er voor elkaar zijn en dat we met elkaar kunnen de gemeente eigenlijk kunnen helpen. Dus dat als inwoners. Wat voor vrijwilligersorganisaties zijn er allemaal? Ja, je hebt er heel veel in onze gemeente, maar je kan denken aan sportverenigingen, welzijnsorganisatie, kledingbank. Er zijn ook heel veel maatschappelijke zaken zoals scouting, waar leerlingen en scholieren ook graag heen gaan. Je ziet dat daar in deze organisaties veel behoefte is ook om veel maatschappelijke dingen ook op te zetten. Jongeren erbij te betrekken. Dus ik denk dat in de komende jaren alleen nog maar meer eigenlijk vrijwilligersorganisaties bij zullen komen door de marketing en veel meer bekendheid. Ja, Gert, jij bent vrijwilliger. Ja. Wat doe jij voor vrijwilligerswerk? Nou, ik zit bij het kerkbestuur van de Katholieke Kerk. En daar ben ik ook nog zeg maar, vrijwilliger in de buitendienst door allerlei spandiensten te verrichten. Ik ben vrijwilliger bij de brandweer. Moet ik eigenlijk zeggen, geweest. Maar ik ben per 1 januari actief gestopt. Maar ze hebben mij weer gevraagd als vrijwilliger van de vrijwilligers. Oh. En daarbuiten nog zit ik bij Stichting Letland. Hulp Letland. Doe ik nog mijn dingen. En moet ik nog iets niet vergeten. Er waren nog wel een paar dingen. Europa Run, daar zet ik mij ook voor in. Dus dat is een hele lijst. Ja. En hoe ben jij daar zo toe gekomen? Ja, je wordt ervoor gevraagd. Meestal. Ja, is dat zo? Ja. Kerkbestuur ben ik voor gevraagd. De brandweer ben ik destijds ook voor gevraagd. Of gevraagd of ik interesse had om bij de brandweer te komen. Nou, daar ga je erover nadenken. En dan,
En nu dus vrijwilliger van de vrijwilligers. Ja. Dat houdt in dat je vrijwilligers aantrekt en aanstuurt? Nee, het is hoofdzakelijk zeg maar, het assisteren op oefenavonden met je kennis en kunde. En een keer een vrijwilligersdag assisteren of dat soort zaken. Ik kan me voorstellen dat dit best wel wat tijd kost die jij erin steekt als ik zo die lijst hoor. Ja. Ja. Hoe ervaar jij dat? Want Je doet het. Ja. Wat krijg je ervoor terug? Ja, voldoening. Mm-hmm. En ook dankbaarheid van de mensen waarvoor je doet. En, maar om even een voorbeeld te geven. Ik werd destijds gevraagd voor het kerkbestuur. Ja. Toen ging ik bij een vriend vragen, want die had dat kunstje al een keer voor mij gedaan. Ik zei, joh, wat houdt dat nou in? Ja, een uurtje of vier in de week. Dan een keer een vergadering extra, dan ben je er wel. Maar ja, toen had ik ja gezegd tegen het kerkbestuur. En toen kwam de funderingproblemen van de kerk tevoorschijn. En toen werd het 40 uur in de week. Ai, daar had je niet voor getekend. Nee. Buiten je werk, toen werkte ik nog. Ja. Dus ja, dan wordt het wat drukker. Ja. Zijn het veel gepensioneerden, Rosella, die via jullie aan het werk gaan? Het zijn veel mensen die inderdaad gepensioneerde leeftijd hebben. Mm-hmm. Omdat ze over het algemeen ook meer tijd hebben. Ja. Dat is ook een beetje het doel vanuit VIP om meer jongeren te betrekken. Mm-hmm. Waarom is dat zo belangrijk? Oh, ja, omdat de jongeren eigenlijk ook de toekomst zijn. Ja. Ouderen blijven over het algemeen toch langer thuis wonen. Er zijn natuurlijk geen verpleeghuizen meer, geen instellingen. Dus wij zien ook van jongeren moeten ook inzien van als je iets voor een ander doet, hoe goed dat eigenlijk voor jezelf is, mm-hmm. voor je ervaring. Dat het ook goed is voor jezelf dat jij ziet hoe blij een ander daarvoor wordt. Ja. Dus de doelstelling is ook om meer jongeren daarbij te betrekken, samenwerking met ouderen. Ja. Dat je dus ook een gemixte groep vrijwilligers hebt. En wat voor soort vrijwilligerswerk hebben jullie dan voor jongeren? Nou, we hebben eigenlijk voor jongeren heel veel verschillende dingen. Mm-hmm. Zoals ik net al aangaf, we hebben net een maatschappelijke stage project gehad. Waarbij we eigenlijk heel erg veel gekeken hebben naar van, nou, wat vinden jongeren interessant? Want ze hebben allemaal het beeld van, oh, ik hoef alleen maar een ouderen een eten te geven. Ja. In een bejaardencentrum of daar in het verpleeghuis. Om in te laten zien dat het dus niet zo is. Mm-hmm. Dat er dus stages zijn bij de kledingbank, dat ze naar de, ik weet niet of mensen dat ook kennen, maar dat je, laat maar zeggen, ook kan helpen bij de, hoe heet het ook weer, nou, kan er even niet opkomen. Oh, dat is heel vervelend. Nee, dat geeft niet. Maar dat je ook kan helpen bij de fietsersbond, dat je kan helpen bij de politie, bij de brandweer, dat je kan helpen bij de verschillende instellingen die dus samenwerken om te zorgen dat jongeren bijvoorbeeld voor de festival, voor de jongeren, dus eigenlijk de repair shop. Er zijn kinderen die op de BSO's willen werken. Er is heel veel. Ja, er is eigenlijk heel veel. We hadden ook een hele mooie lijst aan genomineerden. Dat is best wel iets om trots op te zijn, denk ik. Ja, zeker. Hoe zijn die geselecteerd? Ja, ze hebben dan een mogelijkheid gekregen om zichzelf op te kunnen geven. Ja. Vanuit organisaties zijn deze mensen ook opgegeven. Organisaties zelf hebben zichzelf kunnen opgeven voor de nominaties. Wij hebben dat moeten communiceren met de gemeente Lansingerland. Daar vandaan wordt ook echt door een commissie gekeken van, nou, wat zijn de partijen die genomineerd kunnen worden? Mm-hmm. En daar vandaan zal de gemeente ook een keuze maken. En volgende dus een jury. Ja, een jury zal dan beslissen wie de finale zullen winnen. Nou, spannend. Ja. Gert, waarom is het zo belangrijk, zo'n prijs voor vrijwilligers, denk jij? Ja, belangrijk. Erkenning voor hetgeen wat je gedaan hebt. Want het is niet zo dat de prijs wordt uitgereikt aan iemand die een jaartje ergens heeft meegelopen. En dat is het eigenlijk toch wel, denk ik. Het gaat niet zozeer meer om wat de prijs inhoudt, maar het is meer de melding, zeg maar, als vrijwilliger van het jaar. Ja. Heb jij nog een tip voor degene die jouw titel gaat overnemen? Nee, ja, ben je zelf en ga ik vooral door. Kijk, dat zijn mooie woorden.
Allebei heel erg bedankt voor jullie toelichting op de vrijwilligersprijzen. En natuurlijk voor jullie mooie werk wat jullie verrichten. En we gaan natuurlijk kijken maandagavond 9 januari. Want dan is de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Lansingerland. En daar worden dus de vrijwilligersprijzen uitgereikt. Vanaf 7 uur 's avonds zie je hier op RTV Lansingerland de live uitzending. En tot zover deze aflevering van Goedenavond Lansingerland. Kijk voor meer reportages uit onze gemeente op RTV Lansingerland. Voor nu bedankt voor het kijken en een gezond en liefdevol 2023 gewenst.